Jarenlang was hij de beste ringturner van de wereld. En voor ons is hij nog steeds de Lord of the Rings. Hier is Jury van Gelder. Ja, het zit er nog, het zit er nog. Dat is even wat anders dan mijn schouder. Hoe is het met je? Ja, wegens omstandigheden gaat het wel redelijk goed. Want je bent weer druk aan het trainen. Ja, training, ik heb het wel weer opgepakt. Ik bedoel, als turner is het niet de bedoeling om lang stil te zitten. Nou ben ik natuurlijk wel redelijk verplicht om even stil te zitten. Maar nee, ik heb de training gewoon opgepakt op mijn manier. En laten we zeggen WK in oktober Rotterdam, dat is het doel. Dus oktober Rotterdam, ahoi. Want daar wordt het gehouden. Ja, volle ahoi, hoop ik. Ga jij gewoon weer voor de wereldtitel zorgen? Ja, ik hoop het. WK eigen land, het zou mooi zijn om daar, zeg maar, zou een mooie comeback zijn. Daar gaan we toch voor, dames en heren, toch? Daar gaan we toch voor? Absoluut. Yes. Ik ben wel gemotiveerd in ieder geval. Hey Jury, buiten dat je enorm traint elke dag, heb je ook een hobby: vissen. En dan niet maar denken dat het maar even vissen is met één werphengeltje en dan met een doosje met aas. Nee, met vissen. Dan bedoelen we echt vissen. Moet je maar eens even kijken. Als Jury praat over vissen, dan praat je over iets, hoor. Moet je maar eens kijken, hier achter je. Er wordt zelfs een boot voor gegebruikt. Wat is dat voor iets wat we hier zien? Dit zijn de zogeheten voerboten. Ja, dat is tegenwoordig allemaal redelijk technisch allemaal. Het is wat je zelf al zegt, het is niet meer een hengeltje uitgooien en naar een dobbertje kijken op karpen. Dat is echt jagen op die grote vissen. Dus dan moet je ook echt met die, laten we zeggen, zo'n voerbootje is dan wel heel makkelijk. Want dan kan je, zeg maar, je voer en je lijn echt op de plekken neerleggen. Ja, wat jij wil. Ja, het wordt steeds gekker allemaal. Ja, ik zie jou gewoon helemaal gepassioneerd al. Dan zit je hier al. Ik bedoel, dat is voor mij, is dit wel high-tech vissen? Doe je dat dan met zo'n besturingje? Ja, ik ben gewoon. Het voelt gewoon weer inderdaad. Als een kind van 16 zit je gewoon met een bestuurbaar bootje, inderdaad. Laten we zeggen, een overhangende boom over het water hangt. En ja, je ziet wel eens, weet je, als mensen dan met de werphengel gooien, of die zitten in een boom, of achter in een boom, weet ik veel wat. En met dat bootje kan je hem precies, laten we zeggen, nog wel ergens onder neerleggen. Maar Jury, dan zoek jij ook meestal, denk ik wel, een plekje op waar dat je lekker rustig zit. Waar je lekker rustig met je bootje kan varen, je hengeltje kan neerleggen, je lijntje kan je lekker spannen. Ja, zie je ook wel eens vreemde snuiters zo? Ik heb er wel gekke dingen mee gemaakt. Kijk, ik vraag dat natuurlijk ook niet zomaar, hè? Ja. Want wij zijn een dagje meewezen vissen met Jury zonder dat hij dat wist. En één ding, er lopen daar rare snuiters langs de oever. De koelbloedige crimineel De Langen heeft wederom zijn slag geslagen. Met zijn bekende handlanger De Korte ging hier bij een plaatselijke banketbakker vandoor met een aantal verdachte pakjes gist. De Lange en zijn maat wisten, ondanks kordaat optreden van de plaatselijke sterke arm, spoorslags de buit buiten de stadsmuren te smokkelen. We zijn in de vredige omgeving van het Brabantse Waalwijk, waar, zoals we uit de schokkende beelden zagen, de misdaad welig tiert. Hier gaat onze kleine grote held van vandaag, Jury van Gelder, uit vissen met vriend Bas. En die zit bij ons in het complot. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let him go again. Nou zeg, moet je kijken. Die Jury die pakt even lekker uit. Wat een spullen. Het aas gaat het bakje in. En dat wordt met een radiografisch bestuurbaar bootje naar de andere kant van het kanaal gevaren. Daar aan de overkant zitten de vraatzuchtige karpers die Jury wil vangen. En daar moet dus dat bootje naartoe. Nou, volgens mij alvast opletten dat die schroef, zeg maar, niet in die rotswijk komt. Ja. Hij is perfect nog. Ja.
Nou, het is hier twee riptuigen, ja. Hupsikkedekie, het bootje het water uit, het dobbertje vlotjes. Nou, ja, vlotjes, het water in. En Bas? Hey, ma. Echt waar? Ja, dat is vervelend. Ik ben aan het vissen. Ja, kom er nou aan. Oké, tot zo. Doei. Mijn moeder staat voor de deur. Kan er niet in. Ga ik even neer, hè? Ik zie zo wel. Tot zo. Klinkt wel zo, hè? Ja. Goed. Ik kan geen jongen dalen. Ja, wie weet. Bas moet dus even weg. Een oeroude bananensplit-truc. En nu denkt Jury dat hij helemaal alleen is. Maar dat blijft niet lang zo. Want bananensplit slaat toe. Hey! Wie hebben we daar? Nou, man! Hé, hey, kabouter! Zet! Zet maar voor je! Gaat goed! Vlak onder de ogen van onze topturner laat de Lange, geen familie van Ilse, de verdachte pakjes met net zo'n handig bootje als van Jury naar de overkant varen. Want daar wordt het opgevangen door de Korte, geen familie van Jules. Hé, ben jij volgende week ook, hè? Oké. En dan de... Tempo, hè? Ja! Ja! Hé, kom maar! Lopen! Lopen! Door! Oké. En zo is Jury getuige van de perfecte misdaad. Tempo! Nou ja, bijna perfect. Tja, wat moet je daar nou van denken? Ah, Bas is terug. Nu kan Jury eindelijk zijn ongelofelijke verhaal kwijt. Waar dan? Is er iets mals gebeurd, hè? Ah, waar dan? Lilliputter, kom met een boot. Als je dacht dat het bij een lilliputter met een boot bleef, ook de sterke arm sturen we op Jury af. Vertel eens dan, jongen. Goedenavond. Michael. Hoi. Hey. We hebben even een vraag eigenlijk aan jullie allebei. Er is hier een tijdje geleden is er een dorp gebeurd. En we hebben nou een vraag of jullie hier het een en ander hebben gezien. Ja, dat liep een lilliputtertje daar zo. En aan de overkant twee mannen met een bootje die even twee de weer gingen. En een paardje met schreeuw en onderbruik. Ja, toen ging het weer. Lilliputter, hoe groot? Ja, lilliputter. Die is volgens mij zo hoog. Had hij best wel veel kleding aan? Had een petje op. Kleurpetje. Zwart. En waar hebben die mensen ongeveer gestaan? Nou, ten eerste die twee aan de overkant daar zo. Ja, daar. Zo moet ik uitgaan. Ja. Het bootje ging ongeveer te water daar bij dat witte ding wat daar ligt. Ja. Zo, die lilliputter die komt daar vandaan. Tot ongeveer een 75 meter vandaan. Oh, misschien moet je heel even een blik aan het werpen aan die kant even. Ik wil even een moment hebben van die andere twee mensen. Kijk, eerst even ditje, ja. Maar... Wat hebben ze gedaan? Want ik snap het niet helemaal het verband met de overkant. Met de overkant? Nou, twee mannen staan daar met een soort toerbootje, wat ik hier ook heb. Wat is het? Wat is het voor een ding? Een? Het is een voerboot. Een voerboot. Nou, heb ik geen verstand van vissen? Ja, ja. Klein mannetje, bootje. En dan pakt het signalement ook nog zeer verdacht voor Jury uit. Hier volgt het signalement van de verdachte. De verdachte is vrij klein. Ongeveer 1,55 groot, heeft een zwart petje en is in het bezit van een radiografische boot. Meneer, even een vraagje. Wat is dat? Dat zijn mijn bakstenen.
Dit zijn jouw bakstenen? Want we hebben deze aangehouden. De koelbloedige crimineel is gevlucht. En Jury is het zoveelste onschuldige slachtoffer. Slachtoffer van politie en justitie en slachtoffer van... Je bent er gloeiend bij, jochie. Ik ben benamen split. Ja, ik vond, hey. Ik vond hem wel leuk. Ik vond hem leuk. Kijk eens, jongen. Hier, de eerste camera. Ja, ja, wat moet ik daar nou aan toevoegen? Jury, wat waren dat voor mannen? Ja, het was een nachtmerrie. Het was, ik denk, ik ga daar een nachtje vissen en nog geen beet gehad natuurlijk. Ik bedoel, ja, dat kan ook niet natuurlijk met zoveel rotzooi aan de kant. Nee, het was wel even zo van, wat is dit? Ik denk, dan ga ik nog verhalen halen ook. Ik denk, wie heeft het lef om mijn plek te komen verstoren, zeg, weet je wel. Ik denk, dan zal ik eens even naar de oren trekken, maar... Ja, dat was ook niet meer gelukt. En toen ging alles in één keer in een stroomversnelling. En... Want wij zaten natuurlijk te kijken vanuit de wagen, want we hebben alles natuurlijk er gevolgd. Maar je zag eerst het ongeloof van het hele relaas. Ja. Maar had je op een gegeven moment niet zoiets van... Ik ben mijn eigen hier aan het beschrijven. Op een gegeven moment zat ik zo te vertellen, inderdaad. En dan, ja, signalement, ja, een zwart petje. En dan keek ik al van, shit, ik had ook een zwart petje. En dan, ja, dan bootje. Ik denk, nee. En dan ook nog, ja, goed. Ja, vrij kleine man. Vrij kleine man, inderdaad. Ik denk, ja, ik ben ook maar 1,55, dus ja. zonder hakken. Nou, ja, ik denk, wat is dit nou weer? Maar ja, goed, ik... Ja. Weet je, ik heb nog nooit iemand zo blij gezien... en zeker een man niet zo blij gezien toen hij mij zag. Ja, ja, nou, dan zou ik hem vertellen, Frans. Echt waar. Op een gegeven moment in de boeien, ik denk, ja, oké, het is goed. Ik denk, ja, maar op een gegeven moment echt hard. Ik denk, nee, zo hard. Ik denk, dat moet gewoon echt zijn, weet je wel. Op een gegeven moment was het echt van... Ja, waarom? Waarom ik? Waarom nu? Waarom ik? Ik ben lekker aan het vissen en dan in één keer komen er van die mannen en gekke toestanden en dingetjes. Ik dacht helemaal dat het zweet me uitbrak. Nou, Jury, dat komt omdat je in Bananensplit zit en omdat ik vind dat jij een topper bent. Ik wil je bij deze in de eerste plaats heel veel succes wensen met jouw comeback. Want ik weet zeker dat Rotterdam, dat je echt gaat voor het WK. Je hebt heel veel mooie momenten bezorgd voor heel veel Nederlanders. Dus ik reik met heel veel plezier jou deze trofee uit. Hij is voor jou. Alsjeblieft, graag. Dat is helemaal top. Hey. Ja. Topper. Langzaam, even leuk. Dames en heren, Jury.